Goedemiddag, goede vrienden. Het is 5:10 in de namiddag van dinsdag 3 maart. En Branton vraagt contact. Wil een van u zo vriendelijk zijn mij op mijn vragen die ik ga stellen een antwoord te geven? Ook zij die iets zouden willen zeggen of willen vragen, zijn van harte welkom. Ik laat aan u het woord. Branton de Geus is een van de honderden Nederlanders die stemmen uit het hiernamaals denken op te vangen. Hij roept de overledenen op met eigen boodschappen en met op de band opgenomen buitenlandse teksten. Volgens hem de bouwstenen waarmee de geesten voor de mens hoorbare stemmen vormen. Ik dank u vriendelijk. Ik ga nu de band afluisteren om te horen of u mij een antwoord heeft gegeven. De slaapkamer van Branton de Geus is omgebouwd tot een complete radiostudio. Microfoons, cassettedeks en rijen tapes met honderden reacties uit het dodenrijk. Met vrienden, maar ook met kinderen uit zijn Haagse woonwijk, zit hij uren op te nemen en nog langer af te luisteren. Bij hem geen twijfels. Al jaren bezoekt hij her en der congressen waar de stemmenforcers hun best geslaagde cassettes aan elkaar laten horen. Ik hoorde dat in het buitenland overledenen op het televisiescherm waren verschenen. En dat wil je ook, dus ik vroeg, wanneer kan ik nu eens televisiebeelden ontvangen? En dan is het antwoord, ik zal het even berekenen. De stemmen, al of niet uit het hiernamaals, zijn in de parapsychologie een gegeven waar men niet meer omheen kan. Duidelijk is geworden dat voor al luisteraars die sterk gemotiveerd zijn, stemmen denken op te vangen. Professor Van Praag. Algemeen wordt aangenomen dat we hier met psychoscopie te maken hebben. Dat is het langs paranormale weg reproduceren van beeld- of geluidssporen. Ja, betekent dat dat die mensen een vraag stellen en in hun gedachten het antwoord produceren? Dat zou het kunnen zijn. Het kan ook natuurlijk een volledig onbewuste vraagstelling zijn, maar je krijgt de indruk dat er wel een antwoord gegeven wordt op de diepliggende vraag naar het bestaan na de dood. Laat u eigenlijk uit dat die mensen een contact hebben met hiernamaals? Dat het denkbaar is dat vanuit een andere dimensie of een andere realiteit, bijvoorbeeld het hiernamaals, boodschappen naar deze wereld overkomen, daarvan ben ik persoonlijk overtuigd dat dat zeker een mogelijkheid is. Dan heb ik hier een cassette, die zal ik er nu in doen, opgenomen in een kelder van een Duits nonnenklooster uit de 9e eeuw. Men heeft er met graafwerkzaamheden beendertjes gevonden, hele kleine bebertjes, van ongeboren kindertjes, geaborteerde kindertjes. En die kinderstemmen, een sopraantje wat er bovenuit komt, zingt nu. Es war schon meer als 1000 jaar, dan hamen die mensen ons. En verder is het niet goed te verstaan. Nee, maar het was oorspronkelijk doodstil in die kelder. Het was doodstil in die kelder. De heer Van Orshoven doseert biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn dierstudie begon hij zich intenser voor mensen te interesseren en vooral voor wat hen ten diepste beweegt. Zo kwam hij in de parapsychologie terecht en werd hij medewerker aan het Parapsychologisch Instituut. Hij verdiepte zich in het stemmenfenomeen en hij analyseert de boodschappen uit het hiernamaals. Uit ervaring weet ik dat de stemmen wat vertellen. Bijvoorbeeld bij mensen die een overleden dochter of zoontje hebben, die plotseling geconfronteerd worden met de stem van dat kind, dan kan dat voor vele mensen een geruststelling zijn, wetende dat het met hun kind goed gaat. Er zijn vele gevallen van bekend. Maar meer dan dat, de belangrijkste boodschap, voor zover ik daarover kan spreken, is deze.
Het leven is een continu proces, dus het leven gaat door. En als deze uitzending, als we daarmee kunnen bereiken dat mensen, ieder voor zich, verder gaat nadenken, als het stemt tot nadenken, dan denk ik dat we het grootste doel bereikt hebben. Het is niet in onze bedoeling om mensen van iets te gaan overtuigen, want dat hoort niet bij wetenschap. De wetenschap van de parapsychologische verschijnselen heeft zich in de afgelopen 20 jaar intensief met het stemmenfenomeen beziggehouden. Veel boeken werden over dit onderwerp geschreven, vaak met uitvoerige citaten van stemmen die van overledenen afkomstig zouden zijn. Ook grammofoonplaten met stemmen verschenen op de markt. Een onderzoeker stelt de vraag waar de overledenen zich bevinden. En een stem zegt: City ad mortes, stad der doden. Als de onderzoeker dan vraagt: wonen jullie in een Hades, de onderwereld? Roept een hysterische vrouwenstem: Hades, ja. Op de vraag die meteen daarop wordt gesteld: wonen jullie in een droomwereld? Roept dezelfde vrouwenstem: nee, althans voor een ontvankelijke luisteraar. Een ongelovige haalt waarschijnlijk ongelovig de schouders op. Ik wil aannemen dat u de zaak niet oplicht, maar ik kan me aan de andere kant ook wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van: die man verbeeldt het zich. Ja, maar ik ben niet de enige die dit doet. Er zijn tienduizenden mensen die dit doen. Maar als die doden dan volgens u die macht hebben om uw radio binnen te sluipen, waarom kunnen ze dan niet kraakhelder formuleren, wat langer dan ze nu doen? Dat zal inderdaad wel komen. Wat is voor zo'n fenomeen 20 jaar? Dat is nog in de kinderschoenen. En, maar die doden leven al veel langer. Nou, er zijn daar zomaar, die zijn pas overleden. Maar er zijn inderdaad ook wel lange zinnen bij. Als we dan aannemen dat er een andere kant bestaat, hoe is het daar dan? Dat ligt aan de persoon in kwestie. Wanneer personen hier vragen: moeder, hoe is het, of is dat? De een zegt: kindlief, ik ben zo gelukkig. Daar komen ook kreten op de band: help me, red me, of een zucht: ik heb ellende. Men verliest niet zijn streken, wel zijn haar en het hele lichaam eigenlijk, maar men gaat door. Het is een volgende klas van de school waar men wederom verder moet leren. Andere stemmenforsers houden hele draaiboeken bij van gesprekken die ze menen op hun microfoon op te vangen. Dit is zo'n boek, van de heer Kennis uit Soest. Hij is er inmiddels mee opgehouden omdat hij niet verder kwam. Een voorbeeld uit 1973. De heer Kennis meldt zich eerst op de band. Nou, ze zijn niet zonder inhoud, moet ik zeggen. Ze noemen zichzelf ook doden. En wij leven en je kunt hier leven. Dus dat zijn op zich vrij belangrijke filosofische principes. Ja, maar uw hobby is het niet meer? Nee, omdat ik wacht nog steeds op de techniek die deze zaak zal verbeteren. Zodat het stemmencontact kwalitatief beter is. En b, de wetenschap hier betere onderzoekingen naar doet. Maar het verschijnsel op zich neemt u serieus? Zonder meer, voor 100%. Wat vindt u wat we met die gegevens moeten doen die mensen produceren? Ik vind dat we ze moeten verzamelen, kritisch met elkaar moeten vergelijken, en dat we die gegevens eruit moeten halen waarvan je denkt: dat is toch niet erg waarschijnlijk dat die mens die uit zichzelf geproduceerd heeft. Bijvoorbeeld als plotseling een taal die die mensen helemaal niet kennen naar voren komt, als iemand een boodschap in het Chinees die hij zelf niet ontcijferen kan krijgt, en dan liefst nog oud-Chinees, dan heb je toch het gevoel dat hier andere instanties aan het werk zijn. Zover ik weet komt dit eigenlijk niet voor.